In deze kennisclip vertel ik jullie meer over de mol. Een mol zal je zelden boven de grond tegenkomen. Hij leeft onder de grond waar het donker is. Weinig dieren hebben zo'n scherpe neus als de mol. De voorpoten van de mol hebben de vorm van een schop, wat heel handig is als je zoals hem heel veel aarde moet verplaatsen. De mol moet de aarde die hij uitgegraven heeft natuurlijk ergens kwijt. En dat zal je merken aan de molsopen in je tuin. Het doel van zijn grondwerken zijn de regenwormen en andere dieren vangen. De mol eet voornamelijk regenwormen. Om te overleven moet een volwassen mol dagelijks minstens 50 gram voedsel eten. Dit is best veel als je weet dat een mol gemiddeld slechts 80 tot 100 gram weegt. Dat zou hetzelfde zijn als wij 30 tot 50 kilogram voedsel per dag zouden eten. Wormen zijn rijk aan eiwitten en bestaan uit ongeveer 80% water. Wanneer de mollen voldoende regenwormen hebben gegeten, hoeven ze bijna niet meer te drinken. Leve de mol!